Roll another one, cause I'm winning in my photo. Yo kijkers en welkom bij een video die ik wat anders doe. Ik heb hier een camera in mijn hand, die wil ik gewoon weer eens even testen. Dit is een update video en misschien ga ik er ook wel een beetje in zeiken, I don't know. Ik zit nu met een dingetje in mijn kanaal. Ik weet niet welke richting ik er nou mee op ga. Ik ben weer een tijdje dagelijks aan het uploaden nu. Hoe lang zou dat zijn? 2 weken ongeveer, pak een beetje. Misschien maar 1 week, I don't know. Ik upload tenminste weer dagelijks. Het waren eventjes alleen gastseries, puur om wat er gebeurde. Ik ga er even fatsoenlijk bij zitten. Wat er is gebeurd. Ik kreeg opeens druk met stage, mijn oma overleed en alles. Toen uploadde ik zelf bijna niks. Tenminste geen eigen video's, wel gastseries. Het waren er 2, ondertussen zijn het er 3. Laat ik daarmee beginnen. Ik heb 3 vaste gastseries. Op vrijdag, op zondag en op dinsdag. Het zijn er dus 3. Dat is genoeg. We krijgen nog wel vragen over gastrollen, of die mogen worden ingestuurd. Dat mag. Komt binnenkort een video over. Maar voor nu, ik weet echt even niet welke richting ik op moet gaan met mijn kanaal. Het is een beetje een dingetje. Ik upload nu eigenlijk alleen nog maar FIFA, eigenlijk weer dagelijks nu. En ik weet niet wat ik er nog bij kan uploaden en wat er interesse is om erbij te loaden. Want ik heb eerder gezegd, ik had NBA en WWE en Call of Duty erbij. En Omegle, zo nu en dan. NBA ga ik niet meer doen. Dat gaat te veel tijd innemen, dus dat valt af. WWE kan ik nog wel doen, als jullie dat nog willen. Daar wil ik ook best mee doorgaan. Dat is altijd wel een dingetje geweest wat ik leuk vond. En Call of Duty ga ik ook niet meer doen. Is gewoon niet mijn ding. Dus dat wordt hem ook niet. En ik ga nooit dingen met tegenzin doen. En dat is ook het probleem wat ik nou heb. Het is alsof ik vastzit. Als ik iets anders upload dan FIFA, dan zijn de views echt laag. Altijd. De views zijn nu sowieso niet al te hoog meer. En dat komt waarschijnlijk ook omdat ik niet actief ben geweest toen. Dat ik weinig uploadde. Dan gaan kijkers weg en het wordt erbij. En dat kan. Prima. Dat maakt niet uit. Maar als je dan iets anders uploadt dan FIFA en het haalt amper 300 views, dan motiveert ook niet echt om daarmee door te gaan. Dus vandaar. Goed, FIFA blijf ik dus wel doen. Daar heb ik ook veel plezier in altijd. Maar ik wil niet alleen maar FIFA. En ik moet dus echt weten, wat zouden jullie willen? En jullie kunnen wat dingen achter gaan laten, maar dat betekent niet dat ik ze ook daadwerkelijk ga doen. Ik moet even trouwens kijken hoe ik dit ding vasthoud, joh. Dit is een heel oud cameraatje en ik wil hem gewoon weer eens testen omdat ik er misschien mee wil gaan vloggen als ik naar WWE in Ziggo Dome ga. Maar moet ik wel kijken of het een beetje goed is en of dit werkt. Ik heb ook geen schermpje om mezelf te zien. Dus ik moet ook leren richten. Dus dat is dat gaat wat worden. Maar goed, ja, ik zit een beetje in zo'n dalletje van dat ik niet weet wat ik moet uploaden. En ik hoop dat jullie me daarbij kunnen helpen door wat inspiratie te geven, als het ware. Ik weet dat ik twijfel soms of gaming op YouTube nog wel echt een ding is. Ik upload altijd alleen, zeg maar. En er zit gewoon niet veel groei meer in mijn kanaal. Dit is een beetje mijn zeikdingetje, denk ik. Ik zit eigenlijk in zo'n punt dat ik gewoon niet weet wat ik met mijn kanaal moet doen. En dat is best kut. En dat is lastig, want dan heb je geen weinig motivatie voor dingen. En je zoekt dingen wat je kan doen. Maar je weet het gewoon niet meer. En dat is een beetje wat ik nou heb. Ik wil weer zorgen dat er groei komt. Gewoon, want laten we eerlijk zijn, groei en hoe meer kijkers voor iets, dat heeft gewoon meer motivatie. Daar ben ik heel eerlijk in. Het is niet dat ik per se alles doe voor views of zo, of wat dan ook. Maar hoe meer motivatie. Dat is gewoon een gegeven feit, denk ik. Ik denk dat dat voor iedere YouTuber wel geldt. Hoe meer views iets heeft, hoe leuk je het eigenlijk ook vindt om te doen. En daarom doe ik ook nog altijd FIFA. Ik vind het leuk om te doen en het wordt nog best goed bekeken. Vroeger was het meer, maar het wordt nog best goed bekeken. En voordat mensen gaan aankomen met Ultimate Team, dat is ook gewoon niet mijn ding. Ik weet gewoon niet wat ik buiten career mode eigenlijk kan doen. Ik heb online seizoenen. Maar I don't know. Ik zit echt gewoon vast. Ik zit echt vast. Het is de eerste keer dat ik het volgens mij een beetje heb. Dat ik echt niet weet wat ik moet doen. En mijn arm schudt echt niet normaal. Maar ja.
Het is even wennen, zo filmen. Ik kan ook niet met mijn webcam doen, want dat loopt het beeld en geluid vaak niet gelijk, heb ik al door. Dus ja. Veel mensen zeggen ook dat ik facecam wel eens moet doen bij game video's, maar dat gaat ook niet lukken. Want ik doe alles met een laptopje en die laptop is niet al te krachtig. En als ik dan een webcam ga toevoegen, dan gaat alles laggen en doen. En dat gaat er ook niet werken, dan worden de video's kut. Dus vandaar dat ik dat ook niet doe. Maar ja, ik weet gewoon echt niet wat ik moet. En dat is zo naar. Het is echt, er zijn ook zoveel dingen tegen geweest de afgelopen tijd. Stage is nog altijd bezig, dat is niet per se een tegending, maar dat neemt wel veel tijd in. Gewoon niet, ook niet alleen maar mijn oma, maar daarbuiten ook gewoon privé dingen. Het zit gewoon zoveel tegen. En ik weet überhaupt niet eens waarom ik dit vertel, maar ik doe het toch. Ja. I don't know. Het is zo rot. Allemaal eventjes. Dat ik gewoon niet weet wat ik met mijn kanaal moet. Ik wil niet alleen maar FIFA doen. Dat ga ik toch niet volhouden, want dan ga ik FIFA niet meer leuk vinden. Dus ja, willen jullie nog WWE? Laat dat dan achter. Dan ga ik daar toch zeker wel mee door. En Omegle wil ik op zich ook wel mee doorgaan, maar ik moet eerst nieuwe oortjes hebben. Nieuwe oordopjes, want de mijne zijn op het moment kapot. Er komt maar geluid uit één kant en dat is gewoon echt rot. Dat kan je ook niet opnemen, want dan hoor je de mensen niet goed. Dus ja, en verder. Ja, ik weet niet, laat achter hoe dit is, de kwaliteit van dit cameraatje. Nou, tik er even op. Richt ik goed? I don't know, misschien ben ik iets te dichtbij. Dit is ook nieuw voor mij. Dus dat is ook handig om te weten. En wie weet ga ik dan als ik naar WWE ga, in Ziggo Dome in Amsterdam. Wie weet ga ik dat dan een soort van vloggen. Ik ben helemaal geen vlogtype namelijk. En ik wou dat ik er anders een betere camera voor had, zodat ik wist dat ik goed richtte. Maar ja, daar heb ik het geld ook niet voor. Ik ben geen rijke dude. Ja, wat kan ik doen op mijn kanaal? Dat is gewoon echt een dingetje waar ik mee zit. Ik val heel veel in herhaling nu. Er komen wel wat games uit in de toekomst. Zoals bijvoorbeeld de Mirror's Edge 2 en de nieuwe Uncharted die gaan komen. Lijkt me tof om te doen, maar ik denk echt dat er gewoon weer geen kijkers komt. En ja, is gaming nog wel een ding op YouTube? YouTube Nederland is sowieso echt kut op het moment. Van wat ik allemaal zie met de fake pranks en de neppe video's en yada yada yada. En er is zoveel gezeik ook binnen de community lijkt het. Ja, ik zou graag bij een groep willen zitten. Zoals bijvoorbeeld een DDG of een dagelijks AD en dat soort dingen. Maar dan moet het wel gewoon leuk zijn. Niet dat die twee kanalen gaan lukken hoor, ik noem gewoon even de twee grootste op. Maar ik ken uit mijn hoofd ook geen andere teams waarbij ik eventueel zou kunnen. Maar gewoon een YouTube groepje om met meerdere personen gewoon gezellig meer video's te kunnen maken. Zoals mensen stellen ook GTA voor, maar ik heb helemaal geen team om GTA video's te maken. GTA race video's bijvoorbeeld, iedereen kent het wel denk ik van Kwebbelkop. Lijkt me ontzettend leuk om te doen als je wel de juiste, als je de mensen er ook voor hebt, maar niet in je eentje. Ik doe altijd alles alleen. Qua opnemen. Ik ken geen andere YouTubers persoonlijk met wie ik zou kunnen opnemen. En om zomaar vreemde mensen binnen te laten. En I don't know. Ik zou graag een team willen. Of bij een team hoor ik. Of niet per se een eigen team. Doe normaal. Maar gewoon in ieder geval een vast groepje om mee te kunnen opnemen. Met wat dan ook. Dat zou denk ik alles een stuk leuker maken. Denk ik. Maar goed, dat heb ik niet. En ik weet niet hoe ik überhaupt bij een team kan aansluiten. Maar goed, ik zou het wel willen. Ja. Geen idee waarom ik dat allemaal zei. Een ander dingetje is. En daarvoor gaan we naar een doos die hier. Ik weet echt niet hoe ik dit ding moet vasthouden. Waar zit de microfoon? Ik heb geen idee. Ik heb hier een doos op mijn bed staan. Ik laat hem nog niet zien. Die heb ik een tijd geleden gekregen. Dat is een doos van 2K. Die kreeg ik in eind januari of begin februari. Maar toen begon dus mijn stage. En ik ga gewoon even nu die doos filmen. Kijk, dit is de doos. Dit is de doos. Dus jullie zien al wat spullen erin. Op die andere flap staan mijn adres. Dus die gaan we niet naar voren halen. Dit heb ik van... Ik weet niet of daar mijn adres op stond. Maar ik haal het toch voor de zekerheid weg. Dit heb ik van 2K gekregen.
2K Nederland. Ik had contact met ze via Twitter en zo. En op een gegeven moment stuurden ze deze doos op met goodies. Dan heb ik al een tijdje geen 2K content meer geüpload. Maar in principe wil ik nog wel gaan doorgaan met WWE. Zoals ik al zei, NBA. Voor degene die het wel zien, ik heb hier een Cleveland Cavaliers ding. NBA gaat hem niet meer worden. Het neemt gewoon echt te veel tijd in met alles. NBA video's kosten echt veel tijd. Daar vergissen sommigen zich denk ik in. Respect naar al die Amerikaanse NBA YouTubers. Ik heb het gewoon... Ik hou dat gewoon niet vol. De game is wel tof, maar de content maken neemt zoveel tijd in. Goed, dit zijn goodies die ik kreeg van 2K om weg te geven. Eind januari, begin februari. Door omstandigheden ben ik daar nooit aan toegekomen. Ik vraag me af, ik zal even laten zien wat het is. We hebben dus hier een basketbal dingetje van de Cleveland Cavaliers. Het zijn geen games, laten we dat vooropstellen. Het zijn ook geen codes of iets. Daar hoopte ik in het begin op, eerlijk gezegd. Maar dit is dus dat basketball dingetje hebben jullie gezien. Ik heb hier twee WWE 2K16 Stone Cold shirtjes. Ze zitten nog in plastic. En twee Daniel Bryan WWE phone dingetjes waarmee je je hand zo in kan doen. En nou, yes, weet je. Op zich tof. Ik vraag me alleen af, zou je interesse zijn om het te winnen? Dit is nog niet de giveaway video zelf. Ik leg het allemaal terug. Eventjes, maar zou er interesse zijn om dit spul te winnen? Dat vraag ik me af. Laat het ook weten. En dan ga ik binnenkort alsnog die giveaway video doen. Want nou lijk ik misschien wel zo'n lul naar 2K toe. Want die hebben mij dus die spul opgestuurd. En er is die tijd nog helemaal niks over uitgekomen. Ik heb het hier dus nog allemaal liggen in de doos. Die shirtjes, eentje kan ik desnoods met de giveaway video wel uitpakken. Om te laten zien hoe die eruit ziet. Maar laat het weten. Of er nog interesse is om deze zooi te winnen. En dan, of zooi, deze spullen. Het is geen zooi, het is best geinig spul hoor. Daar niet van. Ik bedoel, het is toch best geinig om te hebben. Helemaal als je ook nog eens voor de Cavaliers bent. En die WWE dingetjes zijn ook geinig. Als je van WWE houdt. Dus het zijn wel leuke verzameld dingetjes misschien. Op zich, het zijn best geinige dingetjes. En dan ben ik zelf weer in beeld. Dus laat het ook weten of daar nog steeds interesse voor is. En laat ook alsjeblieft ideeën achter wat ik met mijn kanaal kan gaan doen. Want ik zit echt in zo'n punt dat ik niet weet welke richting ik op moet. Een beetje een aparte video dus. Ik bedank jullie wel voor het kijken. Ik hoop dat deze kwaliteit goed is en dat ik er misschien mee kan gaan vloggen. En ja, dit was eigenlijk deze video. Anders dan anders... Heel anders dan anders. Ik ben echt bang dat ik de microfoon in gedrukt heb of zo. Ik weet echt niet waar die zit. Maar goed, ik bedank jullie wel voor het kijken. Laat al jullie ideeën achter. En dat is nooit ook teams achter. Waarbij je denkt van die kunnen wel een persoon gebruiken. Van misschien kan je daarmee opnemen. Dan wil ik daar best wel contact mee gaan proberen op te zoeken. En ja, een Q&A video kan ik ook best een keer doen. Dus dat zijn gewoon wat dingetjes. Dat schiet me nu in één keer te binnen. Dutch YouTube Gathering voor die vraag. Ik weet niet of ik daarbij ga zijn. Ik ga nog wat dingen vragen aan mijn netwerk. Of die aanwezig gaan zijn. Dat ik daar kan gaan helpen met hun of zo. Met iets. I don't know. Daarover binnenkort vast wel meer. Dit was de video. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later.